Ja, wat ik altijd wel een hele mooie uitdrukking vind, is dat sommige dingen onzegbaar zijn. En dat heb ik niet van mezelf. En natuurlijk, de eerste keer dat ik dat heb horen zeggen was Pantaleon Hyeneus. Die vond dat sommige dingen niet te zeggen waren, maar je moet ze toch op de een of andere manier benoemen. Zoals ook Louis van Aarle dat op een mooie manier zei. En het volgende one take portretje is van Nikki Kirpestein. Ik wil nog iets anders tevoorschijn halen eigenlijk. Een aapje. Tevoorschijn halen. Dat is deze. Die is ook wel totaal anders dan de rest. Die mengt dan weer in het zwarte met het monogram. Wauw. Dan hebben we nog meer. Deze sluit ik nog weer aan. Dit is weer iets. Die sluit iets meer bij die serie aan die ik nu aan het maken ben. Dit is. En dan is er hier nog eentje die ik heel graag. Ja, dit is ook weer een soort all-time favorite, zeg maar. Dus er zitten soms werken bij die blijven eindeloos, en dat is deze. En die mag eigenlijk aan de andere kant staan, omdat hij een beetje een aureooltje om zich heen. Maar hij is een beetje heilig voor me. Ja. Dus die verdient zijn eigen plek. Ja, die verdient echt zijn eigen plek. Het is echt een super mooi ding. Ik ben bijna altijd als ik deze ergens heb staan, dan wil ik al meteen dus niet kwijt. Vijf keer in de uur stoppen en hem gewoon ophangen omdat hij dat verdient. Dus, ja. Het grote moment. Ja, dat is het echt. Het is gewoon, hij hoort. Hij hoort hangen. Even kijken. Volgens mij is dit hoger of is dit lager, Oscar? Kan jij zien of het recht is? Ik ben daar heel slecht in. Volgens mij is deze net ietsje lager. En dan ga je van opgeruimd naar chaos in een aantal seconden. Daarvoor zijn wij hier. Ja, dat klopt, dat klopt. Daarvoor zijn wij hier. Ja. Maar hij verdient echt zijn eigen plek. Dit is een werk waar heel veel kleur onder zit. En mijn werk, dat gaat ook heel vaak. Het is zelf vaak zo dat je. Als ik werk maak, dan gaat het van. Het is één werk, maar het kan zo weer iets anders zijn. Het kan ook soms twee jaar duren bijvoorbeeld voordat ik iets gemaakt heb. En waarvan ik dan zeg van, nou oké, het is nu goed. En dat is een heel lang proces vaak. Het gaat soms heel veel gesso overheen en soms wordt het een compleet ander werk. Wat dus gaat er overheen? Gesso, dus dan knal ik er gewoon weer, of ik knal er weer heel veel olieverf over. Maar dit is het weer een geval geweest dat hier was, dit was eigenlijk een werk vol met kleur. Dus dit was alleen maar kleur. Je werd eigenlijk, dit stuk was zoals het was. En dit stuk was alleen maar kleur. En daar ben ik zo dik op gegaan. Ik had zoiets van, ik wil weten hoe dat is, om dat zo dik te verven en het gewoon echt het risico te nemen dat ik mijn tubus leeg zou knijpen. Maar dat heb je wel gedaan. En dat heb ik zeker gedaan. Dat heb ik zeker gedaan in deze. En toen op een gegeven moment, toen stond ik daarvoor en ik was er zo teleurgesteld over. En toen kwam een docent langs en die zei van ja, sorry, ik ga het nu echt zeggen, zei ze, dit moet gewoon zwart. En toen zei ik, daar ben ik het gewoon mee. Ben ik het mee eens. En toen hebben we dat samen een soort van besloten. En nu heeft zij dat voor mij ook geïnspireerd. En
Ik ben daar ook echt heel dankbaar voor. Het is echt duidelijk jouw lievelingsschilderij. Ja, ja, het is echt een mooi ding inderdaad. Dus, en die ook hoor, dat is ook die achterste daar, met die bomen erin. Dus, Maar jij zei juist van dat het heel erg kan variëren wanneer je denkt van het is goed, maar op wat voor manier voel je van nu is het goed? Weet je dat zeker van Eureka, dit is het? Of is dat eerder iets geleidelijks? Of heb je ook wel eens iets van het is goed en dat je daarna een week denkt van nee, dat niet? Ja, ja. Ik heb dat wekelijkse, maar tegelijkertijd ook het geleidelijke. Dus het is een heel verwarrend proces. Waarin ik dan soms echt hele impulsieve besluiten kan gaan nemen. Maar dat ik... Ik wil risico's blijven nemen in mijn werk. Ik wil dat het werk eigenlijk... Ja, dat je zo ver doorschildert dat het... En dat je er overheen blijft gaan totdat het, ja, aan de ene kant bijna niet meer kan. En aan de andere kant wel kan. En waardoor er weer compleet iets nieuws ontstaat. Alleen, het is ook gewoon, aan de andere kant, het is, ik hou ook heel erg van die realiteit. Dus ik vind die realiteit ook heel erg mooi om dat te combineren in dat abstracte. Om jezelf letterlijk een raam te geven en te zeggen, ik stap in deze wereld. Ik heb bijvoorbeeld bij het werk wat hier staat, zet ik deze twee even aan de kant. Maar dat zijn dus nu ook de series waar ik nu mee bezig ben. Ik denk dat ik het nog verder kan brengen als ik deze abstracte werken erbij zie. Want dan vooral met bijvoorbeeld eentje die eigenlijk een beetje misschien mislukt is. Dat zou deze kunnen zijn. Dit is zo'n laag over laag ding, weet je wel. En als ik dan kijk naar een van die andere werken, waarin ik inspiratie heb van een scrollen op je telefoon, die een bepaalde esthetiek in zich meebrengt, en ik zie dit bijvoorbeeld, dan wil ik dat die abstractie mengt eigenlijk in die realiteit dat op een foto lijkt. En dat het kan allemaal nog verder gepusht worden, vind ik. Het moet allemaal nog iets rebelser, iets wilder. En tegelijkertijd een gecontroleerde wildheid. Ik vind die balans tussen die gecontroleerde wildheid van het expressief schilderen en tegelijkertijd het gecontroleerde schilderen van de realiteit, dat bijna een soort dans is tussen twee moordenaars die elkaar bijna kunnen vermoorden. Zeg maar, het is... Iets, snap je wat ik bedoel? Het is een hele heel grote risicovolle tango die je bijna, ja, die je bijna ziet. Maar ik heb dan bijvoorbeeld hier, dit is zeg maar een werk dat is geïnspireerd aan het scrollen op de telefoon. Dat je van één landschap hier in het volgende landschap kan verdwijnen in het volgende moment. En dan nog een ander landschap in het andere moment. Dus je hebt dan verschillende landschappen. Die worden toegedragen en het moet dan normaal zijn, weet je wel? En het moet dan normaal voelen. En dan wordt de realiteit in één keer ook abstract. Omdat het dan in één keer niet meer is wat het is geweest. Mm-hmm. En die vergankelijkheid daarin vind ik heel erg mooi. Dus... En ik ben dus nu ook aan het zoeken naar die expressieve kant. Dit is ook weer een volgende stap in dit schilderij waar je dus die tango kunt zien hier. Die... Ja, heb je het gevoel dat je die tango zelf ook aan het dansen bent? Ja, ja, absoluut. Absoluut. En er komen heel veel dingen langs natuurlijk. Het is soms heel extreem. En het donkere zwart, dat is eigenlijk met een hele positieve benadering. Het gaat ook heel erg over gronding leggen aan... Ik gebruik bijvoorbeeld houtskool ook niet alleen als verbrande as of zo. Ik gebruik het als verbrande as om leven te geven aan de planten. Zeg maar, ik weet dat het verbrandt om op te bouwen. En dat is mijn motivatie daarin. Ik weet dat, zeg maar,
Zo'n houtskool die geeft ook een bepaalde diepte. Het geeft ook een bepaald gevoel van fluweel dat je kunt aanraken. Tegelijkertijd, terwijl het voelt bijna zacht als je er kijkt, vind ik. Ook al weet je dat het verbrand is, zeg maar. Voor mij voelt dat heel... Het is een beetje alsof het geweld eigenlijk al is geweest. Weet het je? Is, vuur, het, ja, ja, ja. Het vuur is al gedoofd en dit zijn de stilte na de storm. Ja, het is stilte na de storm, inderdaad. Ja. Ja. Dus, maar tegelijkertijd is het ook wel... Het voelt ook wel als de storm. En ik vind het ook gaaf als je bijvoorbeeld kijkt naar verschillende stukken van realiteit. Je hebt alleen maar je eigen perceptie van realiteit. Dus je hebt dan een bepaalde symboliek die daarin bestaat, die alleen maar volgt vanuit je eigen taal, vanuit je eigen geest, vanuit je eigen identiteit, die dan spreekt door een beeld heen. En je hebt verder niet niet iets dat... Hoe zeg ik dat? Je hebt verder niet iets dat ik bedoel, met die aap, dat is gebaseerd op een droom. Zeg maar, ik vind dat dromen net zo goed, die kunnen net zo goed plaatsvinden als in een scrolllandschap, als in, zeg maar, ook als in bijvoorbeeld een landschap die niet meer lijkt op een landschap. En dat alleen maar lijkt op een ingezoomd gedeelte en dat je verder niet meer weet wat daarachter zich bevindt. En dat er bijvoorbeeld... Ik ben gewoon heel erg bezig met het principe van je wil ergens doorheen en je wil in die andere realiteit stappen. En dat is ook wat dromen zijn. Je wil naar die andere realiteit toe van wat het nou werkelijk is. En dromen, dat zijn vreemde beelden die compleet normaal voelen. En ik vind die vreemdheid van een beeld dat compleet normaal voelt, of compleet natuurlijk voelt. En vooral dat natuurlijke wil ik daarin eigenlijk uitdrukken, dat ook natuur net zo onderdanig is aan verandering als wij zelf en aan als onze psyche. En de abstracte natuur, dat is juist aan het begin van het ontstaan. Dat is juist aan het begin van de spontaniteit die actie-reactie veroorzaakt. En daarin kunnen toevalligheden ontstaan. En daarin kun je zeggen, oh, ik kan gezichten zien. Ik kan iemand herkennen. Of ik kan iets zien wat ik herken. En ik vind die beweging, die dans tussen die realiteit en tussen die... die landschappen door. Het is bijna alsof je reist, eigenlijk. Het is reizen door een beeld heen. Hm. Heb je dat ook met... Want je maakt ook foto's. Ja. Met jouw foto's? Ja, ja, de foto's zijn net zo belangrijk als de schilderijen. Het zijn alleen maar... Ik vind het mooi als een beeld verstilt, zeg maar. Ik wil eigenlijk... dat het spreekt vanuit zichzelf. Hmm. En het hoeft niet per se landschappen te zijn. Hè? Nee, klopt. Het kunnen ook mensen zijn. Ja. En kan er bijvoorbeeld dit zijn. Nou ja. Veel fotografen zijn het dan niet met me eens, weet je. Dan, omdat ik heb gestudeerd voor fotografie en dit is compleet verkeerd, weet je wel. Ze zeggen dat dit dan verkeerd, niet, oh, dit is overbelicht, weet je wel. Dat is vloeken in de kerk, maar daar hou ik van, weet je wel. Dat is, maar dat is ook wat ik met schilderen doe, weet je. Ik plak daar gewoon heel rigoureus een foto in, zo van, fuck dit schilderen, fuck deze fotografie, fuck het even allemaal. Want het neemt deze esthetiek, of deze vervreemding die je kunt zien, zeg maar, het is niet, het heeft een eigen kwaliteit en een eigen realiteit in zich. Zeg maar, het is een andere realiteit van dat wat wij zien, maar alsnog heeft het recht om te bestaan. En heel veel mensen die nemen die ontkenning van bestaan, van dit af. En dat is wat ik wil zeggen. Neem die ontkenning van bestaan niet af dat je dit kunt mengen. Of neem die ontkenning van bestaan niet af dat je fotografie met schilderen kunt vermengen.
Kun je nog even het schilderij weghalen en dan het hebben over de kopie die je gemaakt hebt? Ja. Want dat vind ik toch ook wel een heel mooi ding eigenlijk. Hè? Ik vind ook bijvoorbeeld dat schilderen met een intuïtie en met je hart en ook collages maken met je hart. Kijk, mijn werk wordt altijd met het hart gemaakt. Mm-hmm. Dat is een van de bronnen. Kijk, ik heb natuurlijk wel mijn interesses en zo. Alleen als ik bijvoorbeeld te werk ga, dan is het compleet intuïtief. Dan is het eigenlijk bijna vanuit... Ik weet niet, ik ben met de cobra stijl, zeg maar. En ik weet ook niet waarom. Mm-hmm. Maar met de cobra stijl ben ik opgevoed. Maar het voelt alsof ik er echt in geboren ben of zo. Alsof ik geboren ben in dat abstracte en in dat expressieve, in dat intuïtieve, zeg maar. Ook in dat toeval is geen toeval. Een beetje zo. En de stilte die daar dan mee samenkomt. Dus dat is het ook, zeg maar. Dat je hebt een stilte. De stilte zinkt als je schildert. Het is net alsof je muziek maakt, maar dan zingt de stilte met je mee. En die zingende stilte, die pas ik toe in mijn werk. Het is... zeg maar, hoe muzikanten in een flow kunnen komen, kan ik dus in die flow komen van die stilte die door me heen spreekt en die alleen maar mij tot schilderen aanbrengt. En ik heb dit ook in complete stilte erop geplakt, zo. Dan pauzeert het even. Als je kijkt naar dit werk, mm-hmm. Mm-hmm. En deze actie die ik daarop heb gedaan met die stenen die erop staan. Wat gewoon foto's zijn. Maar dat is wel een moment dat het zingt. Zeg maar dat het... En hoe kom je in die flow? Zo overkomt je dat? Of ga je ervoor zitten? Of is dat echt iets wat buiten jou... Wat out of control is. Nee, daar ga je echt voor zitten. Mm-hmm. Daar ga je echt voor zitten. Je kunt hem altijd vinden. Hij is er altijd, voor mijn gevoel. Hij is er altijd. Veel mensen moeten... Ja, ik weet niet, voor mij is hij gewoon. Hij is er gewoon. Zelfs kan je ook vanuit die stilte kun je ook gewoon zingen. Het is bijna alsof je in een... Ja, in een dit is voor mij mijn tempel, zeg maar. Dit is voor mij mijn... Ik heb ooit een keer gezegd dat ik voor God schilder en dan is dit mijn kerk. Weet je wel, zo is dat voor mij. Dus dan ga ik met mijn... Dat ik dit echt voor daarvoor doe. Dit is zo ontzettend heilig voor me eigenlijk om te doen. Nou, je zou eens kunnen zeggen dat dit jouw religie is. Ja. Ja, bijna wel. Ja. Ik ben er ook mee opgevoed vanuit de Bijbel dat je gewoon, je kunt je talent niet negeren als God dat je heeft gegeven. Gewoon dat het verhaal van de talenten is gewoon heel erg uitgelicht in mijn jeugd. En op een gegeven moment ben ik gewoon achter van ja, toen ik begon aan de kunstacademie dacht ik al van ja, dit is mijn kerk. En gisteren had ik hier ook over gesproken met Salima en Moody. Dat ik zoiets had van joh, dit is... Dat wat door mij heen vloeit, dat hoeft niet per se... geïdentificeerd te worden met mij. Het mag geïdentificeerd worden met dat wat groter is en dat wat het leven is en dat wat de reis is. Want niemand kan je vertellen wat
wat een reis is als je het niet ervaren hebt. En dit is een reis, zeg maar. Dat is wat ik bedoel. Het is... Ik denk dat het belang van het proces van de kunstenaar juist in deze tijd groot is. En ook een enorme urgentie in zich meedraagt. Omdat die reis die niet gaat over esthetiek, die niet gaat over wat dan ook. Het is misschien dat je een esthetiek daarin vindt, maar daarvoor heb ik ook alles moeten afbreken. Weet je, het gaat erom dat je woedt in het feit dat je mag bewust echt iets lelijks maken en erachter komen dat het toch mooi is. Je mag bewust iets mooi maken en erachter komen dat het heel lelijk en donker is. Snap je wat ik bedoel? Het heeft heel veel. Dat is de reis van het maken eigenlijk. Maar dan zeg ik te veel over het proces. En dan zeg ik niks over de schilderijen. Over het resultaat. Nee, dan zeg ik niks over de schilderijen. Dan zeg ik niks over het resultaat. Maar je houdt het ook open, ja, toch? Ja, klopt. Want de mensen kunnen er zelf in zien. Precies, en dat is ook het hele punt, zeg maar. Ik kan alleen maar zeggen van, nou ja, dit is mijn ervaring bij dat wat ik maak. En dit is dan iemand die dan leeft en leeft als kunstenaar. Maar uiteindelijk zegt mijn werk gewoon, misschien wel een heel ander verhaal. En dat vind ik goed. Ja. Want als dat een ander verhaal voor andere mensen vertelt, als mensen er zelf creatief van worden, daar zit wel een zekere intentie in. Dat ik dat wil en dat ik dat voel en dat in mij woedt, dat ik echt die artistieke ontdekkingen in mensen vraag. Ik heb laatst zelfs nog een schilderij verkocht aan iemand die zei, hier begint het voor mij. Dit heeft mij gemotiveerd om te schilderen en daarvoor zijn mijn schilderijen. Zeg maar, daarvoor zijn ze ook ergens. Maar je maakt ze niet voor het publiek, maar misschien voor iedereen. En dan dus toch voor het publiek. Ja, eigenlijk wel. Ik maak gewoon om te maken, te motiveren te maken. En het is ook een soort enthousiasmeren voor meerdere mensen, zeg maar. Het is ook echt vanuit mijn hart van, als je het niet gemaakt hebt, weet je wel, je zo een beetje zo van dat fluistert of zo. Ja. Maar dat is dan alsnog niet wat het is. Het is ook niet in woorden eigenlijk precies uit te drukken. Nee, hè? Nee. Daar is kunst voor. Ja. Ja. Zullen we het hierbij laten? Ja, jij maakt ook muziek en dat is misschien ook wel leuk om dat te gebruiken in deze film, als je dat goed vindt. Als jij muziek maakt, als jij muziek schrijft, heb je dan, ga je daarin met dezelfde instelling als dat je je schilderijen maakt? Ja, ik heb altijd hele complete stilte als ik muziek maak. Of ik heb net een invalshoekje, maar als ik bijvoorbeeld zelf met een looping station muziek maakt, of met een kleine looper op mijn telefoon of zo, dan is dat meestal compleet stil. En dan voel ik alleen maar een soort maakdrang. Je bedoelt die stilte ook letterlijk. Dus jij schildert eigenlijk niet met een muziekje op radio of zo? Soms wel. Soms zelfs ontstaat er muziek als ik schilder. Ik heb een keer, en dat was heel grappig, heb een keer een roze schilderij gemaakt die heel lieflijk eruit ziet, maar ook wel hele grote intensiteit in zich heeft. Maar toen heb ik dus heavy metal moeten opzetten, omdat ik een nummer, heavy metal nummer in me opkreeg tijdens het schilderen. Maar dat ontstond uit stilte. Dus dan op een gegeven moment ontstaat het uit stilte en dan komt er muziek in, weet je wel. En soms komt er muziek, maar kan ik me alleen maar stilte herinneren. Weet je wel, heel gek. Weet je, soms luister ik wel eens muziek, maar dan kan ik me alleen maar stilte herinneren op het moment dat ik het gemaakt heb. Dan lijkt het alsof de wereld letterlijk stilstaat. Dus het is heel vreemd. Ik luister soms wel muziek, maar die stilte die er is en die ontstaat, en die, daarmee valt alles eigenlijk weg. Denk je dat diezelfde stilte, als je die muziek niet had opgezet, denk je dat diezelfde stilte er alsnog geweest zou zijn? Of helpt die muziek met het maken van die stilte, hoe gek en zweverig dat ook mag klinken?
Muziek helpt soms ook wel eens in het ontladen. Muziek helpt ook wel eens dat ik bijvoorbeeld alle energie die ik even eruit moet gooien voordat ik een schilderij maak, dan kan ik dat in muziek kwijt. En dan als ik bijvoorbeeld verder muziek luister en ik ben nog ergens mee bezig, dan hoor ik die muziek bijna niet meer. Is het gewoon weg. Dan is het weer stil. Wil jij nog muziek maken? Ja, heel graag. Maar hier zijn geen instrumenten, geloof ik. Nee, dat je erover begon. Uh-huh. Nou, dan in dit geval. Ja. Houden we het bij stilte? Ja. Vooral nu ze gewoon allemaal liggend zijn. Ja, ja, dat is goed gezien, hè? Dat je ze nog niet eerder zou opgaan. Nee, maar ik wou het wel. Ja. Nu is het eindelijk zover. Nu is het eindelijk zover. Het is eindelijk zover.